pacing gaat niet altijd over minder hard beginnen. Het gaat om eigenlijk een indeling vinden die het beste past bij de eisen van de taak. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer je beste tempo oppakken met tips van Stijn Menting. Niet te hard van stapel gaan, maar ook niet te langzaam. Het valt vaak niet mee om tijdens een wedstrijd je juiste tempo te vinden. Hoe ontwikkelt het pacinggedrag zich en hoe kan je het verbeteren? En hoe zorg je dat je je pacingplan niet in de war laat schoppen? We vragen het aan onze special guest, bewegingswetenschapper en kersverse dokter Stijn Menting. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Het is tijd om weer eens met een gast in gesprek te gaan deze aflevering. Ja. Een speciale gast. Special guest. Een wetenschapper, een kersverse promovendus. Ja. En we gaan het hebben over pacing. Heb het al vaker wel eens gehad in deze rijke historie van deze podcast. We gaan maar bij het begin beginnen. Wat is pacing? Hoe onderzoek je dat? Wat zijn de belangrijkste factoren die daarvan invloed op zijn? Hoe ontwikkelt het zich? Zijn die pacingkwaliteiten als je jong bent voorspellend voor wat er later in je leeftijd gebeurt? En dan, leuk voor onze luisteraars natuurlijk, zijn er manieren om je pacing te verbeteren? En zijn er trucs of gadgets? Dat willen we zeker weten. En vind ik persoonlijk heel interessant. Wat is de invloed van een tegenstander op je pacing? Nou, heel veel vragen. Ja. Met wie gaan we schakelen? Stijn Menting. Ja, wie is dat? Ja, goed. Ik ben hem wel tegengekomen in een aantal artikelen die ik denk ik in het verleden hebben ook wel eens af en toe pacing voorbij laten komen. Of tempo bepalen, de races indelen. Is in ieder geval een jonge man die gepromoveerd is in Groningen, weet ik. In Engeland gewerkt met Floor Hettinga. Dat is wel een persoon die veel doet met pacing. En aan de andere kant in Groningen zit Marije Gemser, die we een keer te gast hebben gehad. En die veel doet met zelfregulatie. 119. Ja. En daar ook de link gelegd is tussen zelfregulatie en pacing. En Stijn is inderdaad 2 maanden geleden zo'n beetje gepromoveerd. Nou, dan ben je ergens, dan heb je iets afgerond. Dan vind ik, dan kunnen we wel je uitnodigen in de Slimmer Presteren podcast. Want dan heb je wel wat te vertellen, denk ik, over pacing en de wetenschappelijke benadering daarvan. Leuk. En hij is al live virtueel bij ons uit Noord-Ierland. Ierland, Belfast. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Hey, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Gefeliciteerd met je promotie allereerst. Dankjewel. Ja, zeker. Knap gedaan. Er is toch een potje doorzettingsvermogen. Een ander onderwerp voor nodig. We gaan het vandaag hebben over pacing. Laten we maar gelijk erin vliegen met de basis. Als wetenschapper, wat is pacing en hoe onderzoek je dat? Ja, dat is een goede vraag. En daar is nog best wel veel discussie over. Hoe wij het binnen onze groep, inderdaad met Floor Hettinga en Marije Elfrink Gemser eigenlijk, weer lang over nagedacht en wij zijn eigenlijk tot een redelijk, volgens mij, eenvoudige benadering gekomen. En dat is de indeling van de mate van inspanning. Nou, dat is volgens mij, deel je inspanning in? Laat het even opnemen. De indeling van de mate van inspanning, ja precies. Ik sta voor een sportieve taak en hoe deel ik mijn intensiteit in feite dan toch? De mate van inspanning, ja. Ja, de mate van inspanning. Oké. Okay. Nou, dan komen er nog 2 woorden voor. Ja.
Dat is dat een beslissingsproces is. Oh ja. Want eigenlijk wat jij constant aan het doen bent, als je aan het hardlopen bent of fietsen of zwemmen, ja. Dus eigenlijk je maakt constant de beslissing, ga ik door met deze mate van inspanning? Ga ik juist wat harder, meer inspannen? Of gaat het wel iets te hard en ga ik juist een beetje afremmen? Ja, dus dat is eigenlijk constant een beslissing die je maakt. En er komt nog een woordje voor en dat is doelgericht. Je maakt die beslissing met een doel op het einde. En dat is je marathon uitlopen of je tegenstander verslaan. Ja. Precies, ja, dat voel je meteen aan. We hadden het onlangs al over, wat is eigenlijk je doel? Is uitlopen je doel? Is een PR je doel? Is wat je zegt, Stijn, een tegenstander voorbij komen, een doel? En dat is allemaal van invloed, dus... Een doelgericht beslissingsproces over het verdelen van de mate van de inspanning. Ik vind het een mooie definitie. Ja. Hoe onderzoek je dat, Stijn? Ja, er zijn eigenlijk twee takken voor hele bekende methoden die we gebruiken. En de ene is eigenlijk kijken naar sporters die aan het sporten zijn. Dus races of voetbalwedstrijden of elke andere sport. Het mooie van een sport is eigenlijk dat het een soort van experiment is. Je hebt mensen, een doelgroep, die gaan een taak doen. Die staat vast, dat is een vast doel. En het is een vrij gecontroleerde omgeving. Ja. Als wetenschapper is dat eigenlijk een experiment. Mm-hmm. Als je dan ook nog eens steeds meer data wordt er verzameld tijdens wedstrijden, dus rondetijden bijvoorbeeld, doe mij veel mee. Ja, die staan allemaal online. Dus wij hebben bijvoorbeeld bij het short track en bij het zwemmen, hebben we al die tijden en al die rondetijden hebben we verzameld. En daar hebben we eigenlijk gekeken, hoe ontwikkelt nou die verdeling van die rondetijden? Hoe ontwikkeling. Ja. En daarin kun je, wij hebben dan naar leeftijd gekeken, maar je kunt ook kijken naar het aantal tegenstanders of een serie tegenover een finale. Dat is eigenlijk één methode die veel gebruikt wordt. Ja. En de andere methode, dat is eigenlijk het oldschool manier van, we zetten een lab op met een fiets of een roeimachine of een hardlopen rolband. En we laten mensen eigenlijk een time trial doen, dus een tijdrit. En dan kun je zeggen, we voegen een tegenstander toe of hebben jongeren en wat ouderen meer ervaren of minder ervaren. Daar kun je eindeloos in variëren natuurlijk. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdmethoden. Bij de eerste, hè? Want dan ga je er dan eigenlijk vanuit dat dus de groep topatleten, dat die het optimale pacinggedrag hebben ontwikkeld. Is dat de gouden standaard waar je dan eigenlijk die je neemt? En... Ja, dat is een hele goede vraag. wat daaronder ligt, Jurgen, misschien kan je dat meenemen, Stijn. Wat is eigenlijk het doel van dit begrijpen, weet je wel? Is dit cruciaal voor succes, voor win, verlies? Ja. Waarom onderzoeken we dit? Ja, twee goede vragen. Er is nog wel wat discussie wat dan optimaal pacing is. Je zou kunnen zeggen, de Olympische medaille winnaar bijvoorbeeld in het zwemmen of de beste wereldkampioen in het voetballen, die zijn aantoonbaar de beste. Ja, als je wint heb je gelijk. Dus heb je gelijk. Totdat er iemand anders voorbij komt die het anders doet en wat beter blijkt. Maar ja, dat weten we nog niet. Dus daar is wel wat discussie gaande, ook in de literatuur. Maar wij gebruiken wel vaak, eigenlijk wat de wereldtop doet, dat is op een moment het beste wat we zien. En waarom het belangrijk is om het te onderzoeken, wat ik eigenlijk, hoe ik het vaak uitleg aan mensen, want mensen hebben het wel vaker gevraagd, is eigenlijk je fysieke gesteldheid, dat zeg ik vaak, is een batterij. En als je heel hard gaat trainen, dan kun je je batterij eigenlijk vergroten. Nou, dan wordt je prestatie ook beter. Maar hoe je die batterij gebruikt, dus hoe jij je energie indeelt, dat heeft ook een hele... is ook natuurlijk heel belangrijk voor je prestatie. En in de topsport is dat vooral belangrijk, omdat hoe groot de batterijtjes zijn, ligt heel dicht bij elkaar. Daar zit eigenlijk bijna geen verschil tussen. Dus als jij het verschil wilt maken, dan kun je bijvoorbeeld je race beter indekken. Dus dat is eigenlijk de topsportkant. Aan de
helemaal de andere kant heb je ook mensen die bijvoorbeeld wat ouder zijn of met klachten van vermoeidheid hebben. Long COVID is natuurlijk een hot topic nu. Ja, die hebben eigenlijk een heel klein batterijtje. Die hebben een lage fysieke capaciteit. Maar die willen toch ook hun activiteiten doen. Bijvoorbeeld mijn oma, die wil heel graag en naar de kapper en de kleinkinderen zien en ook nog gaan zwemmen in de avond. Ja, als ze dat allemaal op één dag gaat doen, dat gaat niet lukken. Ja. Dus wat zij dan doet is de avond tevoren naar de kapper en dan in de ochtend zwemmen, in de avond kleinkinderen. Ja, dan heb je de energie toch goed verdeeld en kun je toch je doel halen. Ja. Mooi. Mooi om zo het belang neer te zetten. En wat als dit nou, als je, nou ja, wat is de keerzijde van verkeerd pacen? Oh ja, mooi. Wat als je dat dus niet goed doet? Ja, ja, daarin zie je ook inderdaad wel weer, ja, kun je eigenlijk deze best wel breed bekijken. Het makkelijkste is, je gaat de race niet winnen, want je gaat het einde van de race niet halen, ja, vaak. Gerrit? Ja, nee, ja, niet halen. Dat ja, is natuurlijk zeker in, als we dan even de groep tussen jouw oma en de topsporter, de recreatieve sporters. Ja. Dat is natuurlijk onze grootste angst. Hè? Dat is waarom je de hele tijd die beslissingen doelgericht aan het maken bent. Ja. Straks haal ik het niet. Hou ik dit vol? Precies. Ik wil niet uitstappen. Ik wil niet stoppen. Ja, ja. Dus de prestatie hangt ermee samen. Heel duidelijk. Bij een sport. Maar in het andere geval. Ga ik richting burn-out denken misschien? Of iets in die geest? Ja, ja, zeker. Je kunt pacing ook wat meer macro bekijken. En dan kijk je bijvoorbeeld naar hoe deel je je trainingen in een week in of in een seizoen in. Als je elke training volle bak gaat, ja, dan raak je ook heel snel geblesseerd. Als je elk weekend wil pieken, ja, dan ga je niet je beste tijden rijden op de fiets bijvoorbeeld. Ja. Dus daarin is ook een verdeling van energie heel belangrijk. En inspanning. Ja. Oké. Okay. Binnen deze aflevering kijken we natuurlijk vooral, want binnen een race, hè, pacing, daar zoomen we even op in. Want als we het zo breed maken laatste haakje, dan... Maar dan... ik zou wel zeggen een race, want we hebben het bij de ultrarunning ook gehad over een race die dan een dag of dagen duurt. En dan kom je uiteindelijk misschien zelfs bij een Tour de France van 3 weken, wat ook eigenlijk denk ik... Maar in ieder geval wel bij sport lijkt maar me. Maar in die metafoor zou ik dan toch voor deze aflevering met Stijn, laten we het dan maar deel 1 noemen, blijven binnen de etappe. Laat en niet binnen de hele Tour de France. Maar wel een zware etappe. Ja, dat is goed. Stijn, wat zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op die pacingstrategie, op dat doelgerichte en bewuste beslissingsproces? Ik denk dat het heel goed is om inderdaad 1 race te pakken. En daar is ook de literatuur ook wel het grootste deel is. Ook gewoon van 1 taak uitvoeren, 1 race of wedstrijd. Er is een heel scala aan factoren. Ik denk dat je er wel 10 afleveringen van een uur van kunt maken. Ja, oké, okay. Je maakt een voorzetje voor jezelf. Dat zou zomaar kunnen, Stijn. Laten we eens kijken waar we eindigen vandaag. Nee, wij delen die eigenlijk in 3 grote groepen. Dat is de taak. Dus wat ga je doen? Ga je zwemmen, hardlopen, fietsen? Is het een korte of een lange taak? De omgeving. Dus doe je dat alleen of met anderen? Is het warm? Is het een vlakke ondergrond? Is het de heuvels? En dan het individu. Dus je getraindheid, je leeftijd, je ervaring. En eigenlijk als je die 3 combineert, kom je op jouw pacinggedrag. En ook wel op jouw pacinggedrag die het best past bij een taak. Ja, daar zijn veel variaties in. Exact, ik hoor het, want hiermee kun je in feite alles beschrijven. Ja. En ik zit natuurlijk ergens te vertalen, hoe komen we nou uiteindelijk naar de concrete tips en tricks en gadgets? Dus wat ik me herinner, we hebben eerder een aflevering over pacing gemaakt. En toen hebben we het over U-vormen en bulten en recht. En wat hier doorlopend door die afleveringen van de Slim Presteren podcast terugkomt, vlak pacen is het beste. Is dat iets wat jij ook vanuit jouw onderzoek kan onderschrijven? Ja, zeker. Ja, een van de grootste factoren die invloed hebben is de afstand of hoe lang het duurt. En daarin zien we eigenlijk dat in korte taken, dus onder een minuut, is all-out pacing eigenlijk het beste. Dus zo hard mogelijk vertrekken, zo hoog mogelijk versnelling, dus acceleratie en dat vooral proberen vol te houden. Ja. Dus de 1 en 2 minuten zien we dat dat nog steeds belangrijk is, hard vertrekken. Maar dan zul je
ook wel wat moeten overhouden. Dus dan is het eigenlijk hard vertrekken en die snelheid constant houden tot het einde. Ja. Als je boven de 2 minuten, dan kom je inderdaad, wat veel mensen doen, is dan de U-vorm. Ja, ik herken me zeer wilt... in een U-vorm. Altijd te hard van start, daar dan van schrikken. Ergens op 3/4 zit altijd mijn dieptepunt van de U. Niet op de helft, maar op 3/4. En dan komt de finish in zicht. En dan denk ik, kunnen we nu... Laatste kilometer mag het batterijtje, daar is hij weer leeg. Hè? Ja. Ja, die U-vorm die wil je eigenlijk zo plat mogelijk hebben. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk boven dus 2 minuten zien we dat terugkomen. Ja. We komen ergens. Want nu kunnen we het dan gaan hebben over... Oké, Stijn, wat heb jij uit je onderzoek gezien of geleerd... wat mij en onze medeluisteraars kan helpen... om onze U zo plat mogelijk te krijgen? Er zijn wel best wel veel dingen die je daarvoor kunt doen. Ik denk... om een goede pacing aan te leren... is het denk ik heel belangrijk... dat je, wij zien pacing heel erg als een skill, dus die je aan kunt leren. En ik denk dat je daar ook nooit te oud voor bent. Het is niet zo dat je als je 30 bent of 40, dat je dan opeens niet meer kunt leren pacen. Dat is wel eens voorbijgekomen in de literatuur. Ja, daar geloof ik niet echt in, want volgens mij kun je altijd blijven leren. En je zegt het is een skill, in tegenstelling tot hoe Jurgen mij wel eens bejegent, een karaktertrek. Ja. Ja, sommige mensen zijn beter in het aanleren van sommige skills dan anderen, denk ik. Dat daar het ook wel mee te maken heeft. Maar waarom het een skill, als een skill wordt gezien, is duidelijk van... dat hebben we in het verleden denk ik wel over de jonge honden. De kinderen die eigenlijk allemaal veel te hard starten bij zo'n jeugdloopje. En dan uiteindelijk toch de mensen die wat ouder en wijzer zijn, die het een stuk beter lukt... Hoe zit dat? Wat gebeurt er in die overgang van jong naar volwassen? De puberteit, adolescentie precies. Ja, fysiologisch gezien of psychologisch, mentaal gezien. Ja, waardoor het pacinggedrag zich dan in ieder geval in korte tijd wel verbetert of ontwikkelt. Ja, jullie hebben dat inderdaad ook wel een keer in een andere podcast voorbij horen komen. En wat we zien is eigenlijk de eerste ontwikkeling die we zien is rond een jaar of 7, 8. Dan komt er eigenlijk een soort besef bij kinderen. Oh, als ik nu wat langzamer ga of wat sneller ga, dan zal ik straks een betere prestatie neerzetten. Dat abstracte denken, dat zien we ook uit de psychologie, dat begint een beetje te komen rond een jaar of 7, 8, 9. Mm-hmm. Dus dan zien we eigenlijk een eerste... gewaarwording van pacing. Die ontwikkelt zich enorm tijdens de puberteit. We weten ook dat de hersenen zich ontwikkelen tijdens de puberteit. Dus daar zien we een hele mooie samenkoming. En rond een jaar of 18, 19 tot een jaar of 25... dan neemt die ontwikkeling geleidelijk af. En alles wat je daarna nog verandert aan je pacing... komt eigenlijk door ervaring. Okay. Dan zijn je hersenen ook gevormd. Ja. En als je nou op jonge leeftijd al vroeg goed kan pacen, maakt dat mij later een betere sporter? Of onlangs hadden we het bij de ASM-aflevering over talentontwikkeling. Kan je ook vertalen naar talent scouten. Met Marije hebben we het gehad over zelfregulatie als voorspeller. Is dat pacinggedrag ook zo'n voorspeller? Ja, een kort antwoord is ja. Ja. Dus jongeren waarin je ziet in een sportcontext dat ze dit goed kunnen, is een voorspeller dat zij ook zich potentieel kunnen uit ontwikkelen tot een hele goede sporter en misschien wel topsporter. Ja, we hebben een onderzoek gedaan in, volgens mij was dat 7,000 of 8,000 zwemmers. Ja. Hebben we naar de 100 meter en de 200 meter vrije slag gekeken. En volgens mij 5 of 6 races per zwemmer gemiddeld. En eigenlijk gekeken, hoe delen zij hun race in tussen de 12 en de 24 jaar oud? En wat is hun niveau na 20, 22 jaar oud? Mm-hmm. Werden zij Olympisch kampioen of in ieder geval zwommen ze Olympisch limiet of zaten ze daar onder? Subtop en dan high competitive, wat we dan noemen. Het is eigenlijk nationale en regionale top. En wij zien dat degene die dus dat Olympisch limiet zwommen, dus heel dicht bij het wereldrecord kwamen, dat die tijdens hun adolescentie, tijdens de puberteit,
hun race al indeelden als volwassenen. Of in ieder geval meer daarbij zaten. Dus die eigenlijk was die groep die was eigenlijk al zichtbaar tijdens de puberteit. Hey, en dat kun je dan herkennen aan dus die ondiepe of bijna vlakke U. Hè? Dat is waar we de hele tijd naar op zoek zijn dan. Ja, daar moet ik nog wel ook een beter puntje bij jullie vorige podcast plaatsen. Want inderdaad, bij de 200 meter zagen we dat inderdaad. Ze gingen wat langzamer op de eerste 50. Ja. Waardoor ze in het midden wat sneller konden. Dus dan zie je echt inderdaad, die U-vorm die wordt eigenlijk platter. Bij de 100 meter zagen we het omgekeerde. Ah. Ze begonnen, hoe ouder ze waren, hoe sneller ze starten. Ah. En we zien ook bij de topzwemmers, er zijn ook papers over, vooral bij de mannen zien we dat de toppers, die starten heel snel. Ja. Die durven heel snel te starten en die weten, ik haal het wel. Ja. En dat komt dus door die specifieke inspanning van een 100 meter, die dus dan net onder de 2 minuten zit. Nee, zeker onder de onder de 2 minuten zit natuurlijk. Ja. Ja, onder de minuut. Ja. Ja. Oh, onder de minuut zelfs. Oh, sorry, ik zat nog even in mijn eigen zwem. Wat ik me dan afvraag, Stijn, want je hebt kinderen die op 12, 13-jarige leeftijd daar dat pacinggedrag daar verder in zijn, dat zie je dan niet 1, 2, 3 terug in hun eindtijd? Of zijn zij ook fysiek gezien vaak al wat verder? Daar hebben we in dat onderzoek niet per se naar gekeken. Ik weet dat er een schaatsonderzoek is, ook uit Groningen. Die zagen dat inderdaad wel. Mm-hmm. Die zagen dat er eigenlijk weinig verschil fysiek was. En je kunt je natuurlijk ook wel voorstellen waarom dat zo zou zijn. Dit hebben we nog niet onderzocht, maar ik denk dat dit een van de dingen is dat als je fysiek misschien wat jonger bent of wat minder ontwikkeld, dan moet je iets. Je hebt een kleiner batterijtje. Je moet iets doen om met die grotere meiden of jongens mee te gaan. Ja, bijvoorbeeld beter indelen. Ja. En als je dan uiteindelijk weer wat groter wordt en eigenlijk het batterijtje even groot wordt. Ja, als jij dan al weet hoe je het moet indelen, dan heb je al wel een stapje voor. Ja, dat is interessant. Hier hebben we het letterlijk een paar weken geleden over gehad, hè, in de aflevering van ASM. Toen hebben we het over het geboortemaandeffect gehad, wat natuurlijk die fysieke verschillen verklaard zijn. En dat dus toen leek dit al onder te liggen, dat die kinderen die in het begin wat nadeel hebben, op een of andere manier later beter doorkomen. Ja, nou, dit kan een verklarende factor zijn. Underdog effect, Oké, Stijn. Terug naar het onderwerp skill. We zijn hier met twee middle-aged men. Wij zijn geen kinderen meer. Dus wij zullen het moeten hebben van onze pacing skills ontwikkelen. Wat kunnen we doen? Nou, wat we eigenlijk zien in alle skills literatuur en ook in pacing is, je begint eigenlijk met wat ga ik eigenlijk doen? Dus een soort kader voor jezelf vormen en het makkelijkste is gewoon de taak uitvoeren. Dat is lastig als je een marathon aan het trainen bent. Maar als je bijvoorbeeld een 5 kilometer, je parkrun of zo wil verbeteren. Dan ga je gewoon een paar keer eerst die 5 kilometer lopen. Die 1500 meter schaatsen. Ik wou zeggen, waarom is dat makkelijker? Maar je bedoelt, de eerste tip is, ga maar ervaring opdoen. Hè? Dat is wat je zegt. Ga maar gewoon ervaring doen. Wat ga ik eigenlijk doen? Ja. En je zult er dan vanzelf achterkomen dat na een aantal herhalingen, dan kom je eigenlijk op een bepaald pacingpatroon wat voor jou werkt. Of waar je je comfortabel bij voelt. En dan begint eigenlijk het echte harde werken. Dan ga je daar eigenlijk variaties in uitproberen. Dus als je ziet, ik heb heel erg zo'n U-vorm. Ja. Maar probeer eens dan wat langzamer te starten en wat harder te gaan op het middenste stuk. Of juist, ik heb altijd een enorm eindspurt. Nou, begin eens wat sneller te starten. Met als doel om ook daar ervaring in op te doen en te ontdekken wat dat voor je kan betekenen of zo. Ja, eigenlijk proberen variaties uit en kijk of het dan beter gaat. Vaak zien we dan wel uit de theorie dat als je dus wat meer geleidelijk gaat pacen, dat dan ook wel beter gaat. En hoe meer ervaring je ermee opdoet, hoe beter het wordt. Die variaties, dat is best lastig om dat zelf te doen. Want je lichaam zegt natuurlijk, dit voelt helemaal niet lekker. Ik moet veel harder. Experimentje voor Stijn, er klopt niks van. Ja. Nou,
Wat we dan veel gebruiken is eigenlijk vormen van feedback. Dus tegen jezelf zeggen, nou, mijn hartslag is veel te hoog of mijn tijd op mijn horloge is te hoog. En de tip daarin, wat we eigenlijk voor beginners en voor jonge sporters, zien we eigenlijk dat hele intuïtieve feedback heel visueel een andere loper of een andere schaatser eigenlijk het beste werkt. Want dan ben je niet bezig met ik moet straks dit en het voelt niet. Dan ben je eigenlijk bezig met ik ga achter deze persoon aan. En ik ga gewoon voelen hoe het voelt. En dan voel je dus vanzelf, bijvoorbeeld als die persoon wat minder hard start dan jij normaal, dat je in het middenstuk waarschijnlijk wat over hebt. Ja. Aha, en dat doet me denken aan, ik denk dat dat het onderzoek is wat jij of je collega heeft gedaan, van het dan hangt het er vanaf of die persoon of die... die virtuele persoon een tegenstander is, of dat je jezelf bent, hè, toch? En dat is belangrijk, toch? Ja. Want wat doet eigenlijk een tegenstander met het pace-gedrag? Ja, een tegenstander is dus een hele goede vorm van intuïtieve feedback. Maar dan moet je wel een goede tegenstander hebben en een beetje weten wat de tegenstander doet. Wat wij in het lab vaak zeggen is, de tegenstander is van jouw prestatieniveau. En dan zie je dus eigenlijk heel goed, oké, als de tegenstander iets verder weg gaat, dan ben ik aan het onderpresteren. En daar kun je wel, dat is niet altijd zo, dat is soms een beetje een leugentje, maar dat doen we voor het onderzoek. Dus een goede prestatie, weten wat de tegenstander doet, is wel belangrijk daarin. Maar in het echi is een tegenstander is een beetje onvoorspelbaar vaak. Hè? Dat kan je niet tegen hem zeggen, hey, wij lopen ongeveer hetzelfde, ik loop achter jou aan. Dan gaat hij toch vreemde fratsen waarschijnlijk uitvoeren. En dan komt die discussie in je hoofd van, ik moet hierin meegaan. Of toch maar niet. Hoe train je zoiets? Ja, dat is lastig om te trainen. En dan komt er ook wel een stukje zelfregulatie van de rijen ook wel om de hoek kijken. Want pacing kun je eigenlijk ook zien als een soort zelfregulatieproces. Mm-hmm. Waarin je van tevoren een plan maakt. Dus ik ga een bepaalde tijd lopen of ik ga een marathon uitlopen. Maar tijdens het bewegen ben je dan bezig met monitoren en aanpassen. Daar komt de tegenstander om de hoek kijken. Als je bent aan het monitoren en je zegt, nou, ik voel me best wel prima, en je ziet je tegenstander weglopen, ja, dan zeg je, nou, ik kan wel wat harder. Dan maak je dus een aanpassing. Als je op een gegeven moment voelt, nou, dit hou ik niet meer bij, dan moet je op een gegeven moment ook tegen jezelf zeggen, nou, dan maak ik ook een aanpassing, ga ik wat minder hard lopen. Ja. En die grens, ja, dat is lastig om te bepalen, maar dat is wel belangrijk. Anders haal je het niet, denk ik, tijdens. Nee, ja, want ik herken alleen maar, ik heb een paar weken terug beschreven hoe ik ook een keer in de kop van een race met tegenstanders te maken had. Tegenstanders naaien mij nogal op. Ik bedoel, zeker aan de kop, maar ook trouwens, ook onderweg midden in het veld. Het effect van naar mensen toe lopen is voor mij enorm stimulerend. Maar dat is dan meer, denk ik, een soort mentale strategie om wellicht de mate van inspanning iedere keer wat omhoog te beslissen. Of... Is dat een effect van die tegenstander of wat gebeurt daar? Ja, dat is eigenlijk dus, jij monitort jouw eigen indeling door het gebruiken van de feedback die een tegenstander geeft. Klopt. Misschien zegt jouw lichaam, ik weet niet of het slim is. Die tegenstander kan het, dus dan kan ik het waarschijnlijk ook. Ja, dat is de positieve kant. En de negatieve kant is inderdaad ingehaald worden. Ja. Oh, ja. Vreselijk. Daar krijg je zo'n mentale knauw van. Want dan denk je, ja, wat gebeurt er dan dus in mijn monitorproces? Dan denk je, zie je wel, het gaat niet of zo. Of, ja, ja. Dus dan kom je ook, denk ik, op een stukje sportpsychologie uit. Coping, hoe ga je om? Ego en taak, verdeling. Dus ben je heel extern? Ben je heel erg bezig met andere mensen? Of juist heel erg met je taak volbrengen? Nou ja, dit heeft allemaal effect op pacing. Ja. Ja, ik kan vooral begrijpen met dat jij zegt, hier kunnen we wel 10 afleveringen over vullen. Maar nu, want, wat is het signaal waar je dan op afgaat? Ik zeg altijd, ik ben natuurlijk een voorstander, het gevoel, hè, de ervaren mate van inspanning. Maar je ziet anderen die continu op hun horloge kijken of zij hun tempo lopen wat ze in gedachten hebben.
En of dus het tempo wat zij, als ze iemand willen volgen, nog haalbaar is. Misschien wielrenners wordt dat gesuggereerd. Nou, die kijken op die vermogensmeter. Ja, heb jij... Voordat je antwoord geeft, Jurgen, Stijn. Jurgen, het gevoel. Dat is ook, dat is niet iets, hè? Ik bedoel, dat kun je toch ook ontrafelen naar signalen waar je op let? Wat is voor jou het gevoel? Het is inderdaad het gevoel van... Met de vooruitblik denk ik van daar ligt de finish. Als ik dit tempo blijf handhaven, haal ik dan die finish. Dus dat is, ja, maar waar let je dan op? Dat is denk ik inderdaad... Wat monitor jij? Ja, hoe monitor? Ja, dat is een hele goeie. Nee, want je hartslag voel je niet verder, nee. Zeg maar. Je voelt... Tuurlijk, je bent aan het zweten. Ja, is een beetje, ja, ik denk toch benen met name. Hè? Pijn? Nee, pijn vind ik te breed of zo. Nee, niet pijn. Ja, ik weet ongemak. Namelijk, ongemak, denk ongemak. Ik. Ongemak. Ja. De mate van ongemak. Ja. Ja, dat is één. En ik merk bij mezelf de hijgen. Hè, dus ik kan het monitoren aan mijn ademhaling. Ja. En als ik boven, hè, als ik te hard quote-unquote ga denken, gaat mijn ademhaling steeds harder hijgen. Ja. Terwijl als ik mijn ademhaling stabiel kan houden. Maar goed, terug naar jou, Stijn. Hoe monitor je en hoe hou je dan de pace? Ja, dit zijn allemaal hele goede voorbeelden. Ik denk dat het ook wat individueel is. Sommige mensen vinden het heel fijn om dat inderdaad op een externe manier, dus bijvoorbeeld op een tijd te lopen of een bepaalde hartslag. Er is ook wel onderzoek dat juist zegt, als jij heel erg op één bepaalde tijd gaat focussen, of op bijvoorbeeld, dit voor mij was dit gedaan met roeiers, die moesten eigenlijk op een bepaald wattage roeien. En heel strak daarop, ja, dat vonden ze heel vermoeiend. Dus een RPE, Rate of Perceived Exertion, was heel een stuk hoger dan als ze het zelf mochten pacen, terwijl hun prestatie was gelijk. Mm. Dus er moet wel... Het kan, het is denk ik met feedback werken is denk ik heel goed, maar je moet wel ook wat variatie, microvariaties, daar ruimte voor laten, zodat je bijvoorbeeld bij een marathon af en toe een kilometer iets onder die tijd, en dan loop je vervolgens die kilometer daarna waarschijnlijk een klein beetje erboven. Dat is niet erg, we zijn geen robots, we zijn mensen, dus een beetje variatie, dat hoort er helemaal bij. Is er onderzoek of data of ideeën over of een bepaalde vorm van feedback beter of slechter helpt om die U-curve zo plat mogelijk te krijgen? Maakt het uit of ik op vermogen, hartslag, tijd, tegenstander, weet ik veel, ademhaling, pace? Er zijn denk ik voor en tegenstanders van heel veel methoden. Die werken vaak ook bij bedrijven die bepaalde producten willen aansmeren. Wat ik in mijn onderzoek voorbij heb zien komen, is dat type feedback eigenlijk er is eigenlijk een soort lijn tussen heel intuïtieve feedback als tegenstanders, virtuele tegenstanders, en hele abstracte feedback, dus een tijd, een power output, ja, dat is iets heel abstracts om mee te werken. En we zien eigenlijk dat de wat jongere sporters en de wat minder ervaren sporters, die vinden het fijner om intuïtieve feedback, dus lampjes langs de baan, een pacer, een haas bij een marathon, dat kun je zien. Dat kun je zien als je voorloopt, kun je zien als je achterloopt. En hoe meer ervaren je wordt, maar ook als je door de puberteit gaat, kun je eigenlijk steeds beter omgaan met die abstractere vormen. En als je er heel goed in wordt, dan is het zelfs goed om af en toe de feedback juist weg te halen. Oké, waarom? Om toch een beetje te oefenen. Ja, omdat je dan toch dat gevoel een beetje traint. Dat je niet alleen maar blind staart op de nummers, maar ook dat je dus leert monitoren en niet afhankelijk wordt van de nummers die je ziet. Ja, dus dat betekent een loopje zonder tegenstanders, zonder horloge en wel gewoon echt te kijken voor een PR eigenlijk. Maar dan wel all out, ja. Ja. Okay. Ja, we hebben een onderzoek gedaan bij de shorttrekkers. Nou, die zijn natuurlijk altijd met z'n allen. Die trainen als groep, maar die in de wedstrijd schaatsen ze ook met tegenstanders en met teamgenoten. En daar hebben we op een gegeven moment tegen gezegd, ga maar eens alleen een 1500 meter rijden. Nou, dat vonden ze echt niet leuk. Ja. Want ze dachten, ja, dat kan ik niet. Nou ja, dat hebben ze toen toch gedaan. En daarna zeiden ze allemaal van, wow, ik kan dit. Ik kan dit in mijn eentje. En daarna zagen ze wel, want dat was toch wel een leerpunt voor hun van,
oh ja, dit kan ik dus ook indelen. Oeh, misschien moet ik mijn race dan ook maar eens anders gaan indelen. Dus het weghalen van feedback kan ook soms. Wel, dan moet je dus wel al best goed kunnen pacen. Dan wordt het wel, dat is wel voor Ja, dat is de nuance. Dus de algemene tip is niet, ga ook eens trainen zonder feedback. Nee, als jij al een behoorlijk ervaren en goede loper bent, dan kan het je helpen om weer nieuwe varianten of nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, je wil eigenlijk altijd een nieuwe prikkel geven, trainingsprikkel. Ja. En die moet, mag niet te makkelijk zijn, maar ook niet te moeilijk. En als je dus iets moeilijker wil maken voor jezelf, dan zou je bijvoorbeeld zonder feedback kunnen doen. Ja. Toch even iets bij je toetsen. Ik ben even kwijt waar ik het laatst hoorde. Ik weet ook wel iemand in mijn omgeving die er fan van is. Maar die focus op dat negative split pacing. Hè, dat het zoveel beter zou zijn om in de tweede helft harder te kunnen dan in de eerste helft. Stijn, één. Bij een marathon dan, hè? Nou ja, en bij allerlei. Zit er denk ik, laatst voor de kerstcode zei iemand ook idealiter nog in een negative split. Volgens mij zei jij het ergens. Ja, ik ben er wel. Hoezo, Stijn? ja, ik heb het ook wel. Ik heb zelf niet heel veel onderzoek gedaan bij de marathon. Ik heb het wel heel vaak voorbij horen komen, natuurlijk. Ik denk dat als je het puur wetenschappelijk en vooral natuurkundig bekijkt, dat een zo constant mogelijke pace eigenlijk optimaal is. Dus dan heb je geen negative split, dan is het gewoon constant. Ja. Ik denk dat de negative split een beetje, en dit is heel erg speculatie, er zijn mensen die er meer onderzoek naar hebben gedaan, maar ik denk dat het misschien een beetje komt van dat je normaal, vooral als amateur eigenlijk, gaat instorten op het einde. Mm-hmm. En als je al een plan maakt van nee, ik ga juist harder, dat je dan eigenlijk, als je dat als plan neemt, dat het een beetje een soort van elkaar uitcancelt, zeg maar. Dat je vlak uitkomt, wil je zeggen. Ja, precies. Vlakker in ieder geval. Nee, maar ik denk dat het opgeklopt wordt in de media vanwege het feit dat natuurlijk de meeste onervarenere amateurlopers, die komen nooit aan die negative split. Nee. Die gaan uit het laatste stuk van de marathon, is natuurlijk een hel. En dan komt er zo'n Kiptum of Kipchoge of noem maar op, misschien Hassan. Die doen dat dan wel en zeggen zo wat knap hè, in een marathon dan toch nog op het eind. Ja. Iets of het tweede gedeelte harder kunnen lopen dan het eerste. En dat wordt dan een beetje gezien als van ja, als je dat kan, ja, dan ben je echt top. Maar ja, de vraag is van doe jezelf niet tekort. Door eigenlijk, theorie had je harder gekund, ja, toch, precies, als je negatief split kan. Je houdt eigenlijk, want het suggereert dat je in het begin wat te langzaam bent gegaan en op het einde nog best wel wat over hebt. Dus ja, exact. Hier even met onderzoeker Stijn Henting erbij gecoind hebben. Stijn, ik zit zelf nog continu met dat tweede woord het beslissen nemen, die beslissing nemen. En dan denk ik, ja, dat klinkt alsof je continu bewust een beslissing neemt? Nee, denk ik. Vaak ook onbewust. En met name als ik denk, als ik echt best wel moe ben tijdens een race, dan echt goed nadenken en een besluit nemen. Je gaat vaak ook, komt het weer, het gevoel. En dat zie je bij wielrenners ook. Die moeten in een split second soms beslissen, ga ik met een demarrage wel of niet mee? Soms wel en dan laat ze het weer lopen, et cetera. In hoeverre is dit een automatisme of is het een bewuste keus die gemaakt wordt? Is daar duidelijkheid in? Nee. dit is hier zijn hele grote onderzoekers al 25 jaar, denk ik. Mm-hmm. De hele, na het jaar 2000. Een enorme discussie aan het hebben. Nee, het is bewust. Nee, het is volledig onbewust. Nee, het zit ergens tussenin. En er zijn eigenlijk een aantal modellen die eigenlijk die kanten benadrukken. Ja. Eentje waarvan ik zelf, wat ik wel een mooi argument vind, ik weet niet of het zo werkt, is dat er eigenlijk dat het normaal maak je beslissingen onbewust. En hoe dat gaat met arousal en dat gaat over opwinding, een soort van de opwinding en hoeveel pijn je voelt. En als op een gegeven moment is er een soort grens die je bereikt en dan wordt het een bewuste beslissing. Dan zeg je, ik stop ermee of ik ga achter die tegenstander.
dat vind ik zelf wel een mooi model. Er is geen consensus over. Ben je in staat, want ik ben dol op fundamenteel wetenschappelijke discussies. Ben je in staat om ons kort de ene en de andere kant te schetsen? Wat is de grote tegenstelling in de wetenschap? Wij zijn in mijn eigen onderzoek zijn we er ver van weggebleven, omdat het best wel ingewikkeld wordt. Maar eigenlijk is één kant die zegt, beslissingen nemen. Het feit blijft dat je beslissingen altijd bewust neemt. Dus pacing moet altijd bewust zijn. Beslissingen zijn bewust. Dus alleen als je een bewuste beslissing maakt, dus het moet in het bewuste deel van de hersenen liggen. Je wou zeggen, anders zou er niks veranderen. Dan zou je niet... Ja, exact. Ja. Gedrag is altijd bewust. Ja. Ja. Terwijl het andere kant juist zegt, nee, het ligt in het deel van de hersenen. Die kijkt op het beschermen van je lichaam. Dus dat je niet het lichaam te veel kapot maakt. En daar maak je zelf geen bewuste beslissingen in. Dat is juist iets onbewust. Het soort beschermingsmechanisme van je lichaam. Nou, je voelt al zelf denk ik wel een beetje aan. Beide voelen wel als een soort van ja, klopt. Ja. Dus het ligt waarschijnlijk ergens ertussenin. Ik ga dan denken, zijn er studies gedaan met dieren? Kunnen dieren pacen? Nou, precies. Dat is dan de vraag. Is het? Want dan zou het neigen naar instinctief, toch? Ja. Ja. Met hondenraces of iets dergelijks. Oh, ja. Paardenraces, hondenraces, ja. Pacen die? Ja, zeker. En? Een van de... dat ligt een beetje aan het... Dieren zijn vaak heel goed in pacen. Maar zelfs in dieren zien we dat het een ontwikkeling doorbrengt. Ah. Een voorbeeld in een boek van Andrew Edwards, professor uit Engeland, die een boek heeft geschreven over pacing. Die geeft het voorbeeld van jonge cheetahs. Die gaan op de savanne op jacht. En die rennen zich helemaal rot. En die vangen helemaal niks. En dan gaat er een oudere moeder cheetah, die gaat achter één gazelle aan. En die deelt het wel goed in. En die vangt meteen de eerste gazelle die ze ziet. Dus ja, dieren pacen ook en zijn er ook wel goed in. Ja. Interessant. Nou, komen we niet uit. Dus maar ik vind dit wel al boeiend. Ja. Dankjewel, Stijn, dat je dat een beetje hebt toegelicht. Ja. Je hebt al een aantal suggesties gegeven over hoe we onze skill, onze vaardigheid in pacen kunnen ontwikkelen. In de intro beloof ik ook iets over gadgets. Kunnen we het daar nog eens even over hebben? Hoe kan je jezelf dan, dat is dan per definitie extern, maar misschien ook een beetje intuïtief, helpen om die U-curve zo plat mogelijk te maken? Ja, ik denk dat het sporthorloge is denk ik heel mooi. Wat we er nu meer kunnen, de smartwatches, dat je daar gewoon je tijdens het lopen bijvoorbeeld je pace op kunt zien. Dat is denk ik de basis. Gewoon een stuk gaan lopen en proberen zo plat mogelijk die pace of zo constant mogelijk de hartslag te houden. Dat is denk ik een hele goede gadget. En wat we nu ook steeds meer zien is bijvoorbeeld gadgets in het zwemmen. We hebben nu een smart goggles. Ja. Vind ik zelf een hele gave ontwikkeling. Ik zie er vooral reclame voor. Ja. Ik ben dus benieuwd. Ja. Heb jij als wetenschapper, ofwel in je netwerk of in je eigen onderzoeken, iets van effecten daarvan gezien? Wat doet dat? Wat betekent die instant feedback voor een zwemmer? Ja, daar is wel onderzoek naar gedaan. Ik weet dat ze er volgens mij in de Tongelreep in Eindhoven ook mee bezig waren. Ik weet niet of er dat nog zijn. Ik weet zelf van wel een onderzoeksgroep in Australië die ermee bezig is. En die zagen wel dat het helpt, die feedback. Dat je dus ziet, oh, dit is volgens mijn pace, de vorige ronde, ik moet juist iets harder of iets zachter. Dat werkt. Dus dat werkt gewoon met informatie, hè, denk ik, van snelheid, et cetera. Maar dan trek het wat breder. Je kan natuurlijk ook een soort lijn laten trekken van die moet ik volgen. Of de ghost pacer hebben we het wel eens over gehad, Gerrit. Je zit ook op die horloges ook, toch? Of bedoel je nu dat is een bril. En dan zie je eigenlijk een avatar loopt voor je uit. En je kan die avatar zo instellen. Dan zegt, oké, jij gaat nu 4 minuten per kilometer lopen. En die volg je dan. En ik denk het ultieme, of waar ik dan ook meteen aan denk, is Zwift natuurlijk. Die heeft dat... Ja, ik Zwift niet, maar je hebt natuurlijk echte tegenstanders, maar waarschijnlijk ook allerlei virtuele tegenstanders. En je kan daar denk ik ook van alles bij instellen.
Dus er zijn best wel wat mogelijkheden hier dan. En ja, is het niet zo dat een persoon, misschien dat zei je dat al eerder, een avatar in dit geval, ja, toch de beste manier is in plaats van, want informatie moet je toch weer interpreteren en begrijpen. Goed op luisteren, dat moment. Heeft hij al gezegd. Ja. Want jij zit nu op de as van intuïtief naar abstract. Ja, nee. Ligt aan je ervaring, toch? Nou ja, maar je had het over gadgets. Ja. Vind je het waard dat ik goggles ga? Vraag. Ja. Ofwel zwemgoggles of een de Ghost Runner of hoe heet die bril ga aanschaffen. Ah, ik denk dat het altijd een beetje, je moet altijd een afweging maken met hoeveel wil je spenderen en hoeveel krijg je er ook weer uit, denk ik. Praktische redenen zijn ook belangrijk. Maar inderdaad, we zien wel dat intuïtieve feedback, dus bijvoorbeeld een tegenstander, dat echt wel heel goed werkt. Dus zoals op Zwift of bijvoorbeeld de Wave Light, dus de lijnen, de lampjes langs de lijnen. Die heb je volgens mij ook in het schaatsen en ook in het zwemmen heb je die. Ja. Ja, we zien wel dat echt effect heeft. En er zijn ook wat trainingstudies. Er is er eentje in het roeien. Die hebben laten zien dat als jij traint gewoon met een tijd. En je gaat 8 weken trainen met een tijd. Dus het pacingplan op tijd. Of 8 weken trainen met een avatar. Die je pacingplan eigenlijk verwezenlijkt, dat het trainen met de avatar beter werkt. Waarschijnlijk beter op wat? Wat is beter? Beter, de prestatie was beter na 8 weken. Ja. Oké, dus meer trainingseffect door de manier waarop je jezelf van feedback hebt voorzien. Ja, en dit waren wel beginnende roeiers. Dus het is logisch dat die met intuïtieve feedback wat meer prestatieverbetering hebben. Ja, maar nu komen we natuurlijk wel op het punt, want ik leer heel veel van je, Stijn. En ik vind het machtig interessant, maar ik zit nog wel even te zoeken. En nu dan, wat ga ik morgen doen? Ja, hè? Ja. Nou ja, dat is meteen mijn vraag. En mag je jezelf laten foppen? Dat moet je eigenlijk niet weten. Door de pacing een beetje af te zetten. Of omhoog te krikken. Ja, dat werkt juist heel goed. Het beste werkt eigenlijk iemand anders die variatie laten bedenken. Dus als jullie voor elkaar nou eens een ghost pacer ontwerpen, ja. Als je ziet van nou Gerrit die start te snel, dus ja. Die laten we wat langzaam starten en andersom, dan dat werkt denk ik het best. Ja, okay. En dan even denken, als ik dus Jurgen wil graag 5:20 over een kilometer lopen, ik weet dat hij makkelijk 5:0 kan. Dus dan moet ik hem doorgeven dat hij te langzaam loopt. Hè? Ja, dan moet ik roepen, ja Jurgen, kilometertje in 5:40, tandje erbij. Ook al loopt hij al 5:20. Ja, of je zet die runner op 5 minuten en je zegt tegen mij, ja ik heb hem ingesteld op 5:20. Exact. Werkt het zo, Stijn? Precies. Precies dat laatste inderdaad. We hebben dat in het lab ook zo gedaan. We hebben mensen tegen een avatar laten fietsen. En wij zeiden tegen deze personen, dit is jouw tijd. Dit is een tegenstander die hetzelfde fietst als jij. Die avatars waren eigenlijk 5% sneller. En alle proefpersonen gingen allemaal achter die avatar. Ja. En die waren eigenlijk halverwege waren ze allemaal kapot. Ja, want ik wou zeggen, halen ze dan ook die betere prestatie en rapporteren ze dan wel een zwaardere mate van inspanning? Of wat is het effect uiteindelijk? Ja, 5% is best veel. Dus normaal, wij waren eigenlijk op zoek naar, kunnen we het pacinggedrag veranderen? Ja. En zit daar verschil in tussen volwassenen en kinderen? 2% komt uit onderzoek dat eigenlijk consequent je prestatie dan verbetert. Dat is net hoog genoeg dat je prestatie eigenlijk verbetert. Ja. Mag je dat omdraaien en zeggen dat je eigenlijk, als je niet oplet, eigenlijk jezelf altijd 2% te veilig paced? Ja, vaak wel. En dat komt vaak. Ja, dat is toch. We zijn toch wat voorzichtiger. En vooral de elite-atleten die zijn wat beter om die rem wat los te laten. Exact. Ja. Gewoon ga maar. Durf maar. Dat is eigenlijk de tip dus. Ik heb net zoals nog die 100 meter zwemmers. Urgente vraag. Deels voor mezelf. Want jij schetst heel leuk. Ja, als je 5 kilometer moet gaan lopen voor de race, dan ga je een paar keer 5 kilometer lopen. Maar ik moet in Rotterdam een marathon gaan lopen. En ik zie mezelf in de voorbereiding nou niet zo heel vaak een marathon lopen.
En dit is slechts een marathon. We hebben het laatst gehad over ultrarunners die 100 kilometer of nog verder gaan lopen. Ja, hoe ga je dat dan aanpakken? Hoe maak je daar dan een pacingplan op? Waarbij ook nog dingen komen kijken als ik moet eten en ik moet drinken. Hoe pak je dat allemaal samen in je pacing? Ja, dat is inderdaad wel, dat is wat lastig als je de taak niet kunt doen. Ik denk dat je wel aspecten ervan kunt trainen. Dus bijvoorbeeld ik weet niet of je het één op één kunt opwekken, maar het gevoel van vermoeidheid, dat kun je natuurlijk wel ook door HIIT trainingen en kun je dat wel opwekken. Dus daar kun je wel ook mee oefenen. Ook het tempo wat je wilt lopen, kun je volgens mij oefenen. Daar kun je toch ervaring mee opdoen zonder de hele taak te doen. De hele taak doen, ja, dat is de beste voorbereiding. Je tweede marathon zal bijna altijd beter gaan dan je eerst. Maar de stukjes daarvan, die kun je wel. Ja, en uiteindelijk, Jurgen, hebben we het hier op de bank vaak ook over een duurzame leefstijlverandering. Dus klopt. Super tof dat jij één marathon gaat doen. Ja. Maar kom gewoon met mij mee. Ik heb inmiddels zes onder de belt. Ja. Dus gewoon lekker ervaring opdoen met die marathons. En je weet ook, het gaat niet per se allemaal beter, Stijn, als je ze vaker doet. Maar dat komt ook omdat de doelen veranderen. Ja. ja, dat is dan ook zo natuurlijk. Even kijken. Ik wil nog zeggen, ga eens een keer wel 30 kilometer. Daarom was natuurlijk een van mijn lessen. Je moet wel een keer 30 kilometer lopen. Dan kom je al veel dingen tegen die je bij die 42 ook wel tegen gaat komen. Ja. Maar ja, dat is slechts een marathon. Stel, die ultrarunners. Ja, dan kun je ook niet een keer 80 gaan lopen. Nee, ja, of wel dus. Hè? Ja. Misschien is het dus wel ook dat je niet als een bucketlist moet zeggen, ik ga vanuit het niks 100 kilometer lopen, maar bouw er maar eens rustig naartoe. Ja. Nou ja, ander onderwerp. Stijn, hebben wij nog een belangrijke verrassend inzicht uit jouw onderzoek of een belangrijke tip gemist tot nu toe? Ik denk dat we de meeste dingen wel hebben besproken. Dat is mooi. Ik ook. Ik denk even checken. Mooi. Dat is nog een hele hoop te bespreken. Ik denk wat ik zelf wel een van de hoofdpunten vond, is dat het dus niet, pacing is niet per se, en vooral de ontwikkeling van pacing gaat niet altijd over minder hard beginnen. Het gaat om eigenlijk een indeling vinden die het beste past bij de eisen van de taak. Okay, en dat is denk ik belangrijk. Ja. Ja. En Jurgen, het gaat dus niet altijd over minder hard beginnen. Ik zal het er niet meer over hebben, Gerrit. Dat is duidelijk. Afhankelijk van de taak. Ligt aan de taak. Ik ben eigenlijk benieuwd, Stijn. Je bent nu dokter. Ga jij door in het pacingonderzoek? En zo ja, wat is daar de kernvraag voor de komende jaren voor jou? Ja, ik ben net een, eigenlijk met mijn hoofdbaan is nu een iets anders. Zit ik wat meer in de gezondheidszorg en de public health kant. Maar ik heb wel onderhandeld dat ik nog wel wat door mag met het pacingonderzoek. Ja. Een onderzoekje waar we nu mee bezig zijn is vanuit de Biathlonbond. Werd eigenlijk de Noorse coaches, die gaven eigenlijk aan, ja, we zijn heel erg met ons pacinggedrag bezig. En we laten ook de snelheidscurves zien aan onze atleten. Maar ja, ze vinden het toch lastig om het uit te leggen. Ja. Dus wij zijn nu bezig met een vragenlijst eigenlijk die skill van pacing probeert te vangen. En die gaan we valideren door het gebruik van Zwift. Okay. Dus we gaan mensen een FTP-test, een 20 minuten test laten doen en dan de vragenlijst invullen. En dan eens kijken, nou, zijn er meer ervaren wielrenners, delen die het anders in en vullen ze die vragenlijst dan ook anders in. Maar eigenlijk een soort handvat te bieden aan coaches om over pacing te praten met hun atleten. Ja, want het is biathlon, hè, zei je? Ja. Dat is natuurlijk een hele aparte taak, want je moet deels zo hard mogelijk natuurlijk skiën is waarschijnlijk niet het woord wat gebruikt wordt. En daarnaast nog heel geconcentreerd. Zonder heel hard hijgen. Ja, kunnen schieten. Dus dat is dan weer een extra. Er zijn eigenlijk twee taken ergens die gepaced moeten worden. Ja. Stijn, hoe is het met dat zie je toch ook van. Ja, hoe is het met je eigen pacing skills? Zou ik het zo zeggen. Als je wilt leren pacen, moet je niet mijn Strava gaan bekijken. Want ik ben er niet,
ben ik geen elite atleet, laat ik het zo zeggen. Nee, wat ik doe heb je nog aan veel sport? Ervaring nodig. Ik heb als kind altijd gezwommen. En ik ben nu zelf wat meer aan het hardlopen en het fietsen. Dat klinkt zijn als een het type atleten ja. die we zoeken. Ja. Want als special guest in de Slimmer Presteren podcast heb jij natuurlijk ook jezelf toegang verschaft tot de Slimmer Presteren Strava Club. Hè? De exclusieve club voor vrienden van de show en special guests. Dus lijkt ons leuk als we daar jouw trainingsactiviteiten en misschien wat wedstrijdjes en daarmee dus wat pacingstrategieën van jou ook een beetje kunnen bestuderen. We nodigen je graag uit. Ja, leuk. Ja, mooi. En als je dan toch gaat hardlopen, dan zie je naast mij op de bank hier het prachtige witte Active Dry Slimmer Presteren podcast trainingsshirt staan. Ook die sturen we naar je op. Moet je ons zomaar even je adresgegevens doorgeven en dan komt hij je kant op. En alle luisteraars die denken, oh verrek, ik wil ook in zo'n mooi shirt lopen. Dat kan hè. Je kan hem gewoon bestellen op slimmerpodcast.nl/webshop. Of je kan eens even gaan promoveren met een interessant promotieonderzoek. En dan kom je wellicht over een paar jaar ook als special guest bij ons in de Slimmer Presteren podcast. Dat is ook een kwestie van pace, hè? Ja, en doorzetten. Vier, vijf jaar lang je energie goed inzetten. Mooi, Stijn. Dankjewel voor je tijd. En dankjewel voor je mooie onderzoek en je mooie inzichten die je vandaag met ons gedeeld hebt. Dankjewel, Stijn. Ja, graag gedaan. Mocht je nog vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben over deze aflevering, dan kun je ons vinden op social media. We zijn Slimmer Presteren op LinkedIn en we zijn de @slimmerpodcast op Instagram en voormalig Twitter X. We hebben een website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina, ook van deze. Pak de link, Stijn, jij ook, en alle vrienden en familie en kennissen van Stijn. Pak die link, gooi hem op je LinkedIn en WhatsApp hem door, zodat iedereen dit mooie inzicht van Stijns onderzoek ook te horen krijgt. En als je nou nog vragen, opmerkingen, aanvullingen hebt of suggesties voor leuke dokters in de sportwetenschap, stuur ons dan een mail naar post@slimmerpodcast.nl. Dan zijn we eruit, Jurgen. Ik zeg tot volgende week. Tot volgende week. Goed dat je nog steeds luistert. Aan het eind van iedere aflevering geven we je nog een luistertip uit ons rijke archief van de Slimmer Presteren podcast. Al meer dan 150 afleveringen met inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, we hebben het de hele tijd over pacing gehad. Heb je nog een luistertip? Ik zou zeggen aflevering 13. Dat was eigenlijk een beetje een basisaflevering over pacing. Aan de hand van wat wetenschappelijke observaties. En volgens mij ook de observatie van jou, Gerrit, dat jij in het verleden wel eens veel te hard van stapel wilde gaan. Ja, precies. In aflevering 13 leer je alles over je energieverdeling tijdens de race.